In deze video wil ik even laten zien wat de impact is van schaduw op een zonnepaneel. Wordt door heel veel mensen onderschat. En ik wil in deze video eigenlijk vooral aangeven dat je bij de plaatsing van je zonnepanelen schaduwval zoveel mogelijk moet beperken. Ja, dat zal iedereen weten en snappen. Maar ik denk dat heel weinig mensen in de gaten hebben hoe groot de impact is van schaduw. Vandaar deze video. Nou, het zonnepaneel wat we hier op de grond zien liggen, dat is het paneel wat ik eerder van Balkonzon in een video aan bod heb laten komen. Dit betreft een 370 watt -peak paneel van JA Solar. En daar zit een n micro omvormer onder een IQ7, die een maximale uitgangsspanning heeft van 290 volt. -ampère. Deze licht, je ziet, volledig in de zon aan alle kanten. Er zit geen enkele vorm van schaduw op, die ligt volledig in de zon. Op dit moment komt er uit dit paneel 262 watt aan vermogen. 262 watt. Dus dat is het vermogen wat er op dit moment van de dag uit dit paneel komt. Dan nou gaan we even naar de volgende foto. Zoals je hier ziet heb ik onderin beeld mijn eigen schaduw van mijn telefoon. Heb ik een heel klein blokje schaduw op het paneel laten vallen. En voor de rest ligt het paneel nog helemaal in de zon. Dan is aan jullie de vraag hoeveel vermogen komt er op dit moment nog uit het paneel? Dus er kwam bij volledig geen schaduw 262 watt uit. Dus hoeveel komt er uit met dat hele kleine hoekje hier links onder in beeld, schaduw? Nou, het antwoord is 240 watt. Dus ik ben 22 watt aan vermogen kwijtgeraakt. Dat ene hoekje, dat ene blokje hier onder in beeld, dit is het enige stukje schaduw. Je ziet hier de cellen en waar de schaduw overheen ligt, 22 watt minder Opbrengst. Oftewel, dit paneel is met dat blokje schaduw 8,5% van zijn opbrengst kwijtgeraakt. Tegenover het volledig in de zonlicht uh, wattage. Dat is een heel stuk hoger dan wat ik zelf had verwacht, maar ook wat heel veel mensen zouden verwachten. Dat zo'n klein stukje schaduw al zo'n impact heeft, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat alle cellen in het zonnepaneel in serie staan. Natuurlijk niet allemaal achter elkaar, er zitten vaak drie banen in, of soms wel zes met brugdiodes die daarin zitten, maar de cellen staan nog steeds in serie. De vraag is hoe lang de serie is, dat is maar net hoe het paneel is opgebouwd. Maar schaduw heeft grote impact op de performance van het hele paneel. Nou, een stukje later, de zon die was een beetje gedraaid. En dan zie je hier dat er van onder naar boven schaduw op het paneel valt. En zoals je hier ook ziet, is de schaduw precies de grootte van één rij cellen. Want je ziet hier, hier heb je één rij cellen. Twee, drie, vier, vijf, zes in totaal zitten er in dit paneel. En over de breedte van dit paneel is dit de schaduwval. Dus precies één rij ligt in de schaduw. Nou, dus als je dat zou uitrekenen, wil ongeveer zeggen dat ongeveer 16% van het paneel nou in de schaduw ligt. Ook hier weer de vraag: hoeveel vermogen komt er op dit moment uit dit paneel? Toen het paneel volledig in de zon lag, was het 262 watt. Nou, je zou zeggen 16% ligt in de schaduw, dan zal de opbrengst ook wel 16% minder zijn. Nee, het is een heel stuk minder. Er komt op dit moment nog maar 61 watt uit het paneel. Oftewel, de opbrengst van dit paneel is door dit reepje schaduw met 79% ingestort. En hiermee wil ik alleen maar even aangeven dat als je panelen gaat plaatsen... en hier in mijn geval liggen ze tijdelijk even op de grond, die moeten nog op het dak gelegd worden. Uh, maar als je panelen gaat plaatsen op het dak of in, uh, in de tuin... Zorg dat je uh, schaduwval op het paneel zoveel mogelijk voorkomt. En heb je toch heel veel last van schaduwval op bepaalde panelen? Overweeg dan het gebruik van optimizers of micro-onformers. Ik heb daar eerder een video over gemaakt, zal ik hierboven al even naar linken. Want de impact van, um, uh, van schaduwval wordt heel vaak door mensen gebagetaliseerd. Van ja, daar heeft een string of een string met optimizers heeft daar geen last van. Ja, oké. Okay. De, 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 de stroom die door de, door de string gaat, of bij micro-onvormers, de stroom die loopt, die blijft inderdaad wel lopen. Bij de serie-systemen, parallelsystemen ligt elk paneel sowieso apart aangesloten. Die hebben daar geen last van. Bij de stringsystemen, de stroom die moet blijven lopen, een paneel mag niet blokkeren. Maar besef wel dat het, het aandeel van het vermogen wat dat ene paneel nog toevoegt aan de string, met elk stukje schaduw enorm hard instort. Tot zover, hier wil ik het graag bij laten. Dank jullie wel.